Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. In deze aflevering gaan we de asroute in met een minder leuk muziekje dan het normale muziekje. Ik ben heel erg benieuwd welke Pokémon we hier allemaal kunnen vinden. Nog steeds is Spindaar, daar ben ik wel een beetje teleurgesteld in dat Spindaar nog steeds een ding is in deze game. Misschien dat er toch een mogelijkheid is om nog iets te gaan toevoegen aan onze... Hoe noem je dat? Aan onze party is het wel even belangrijk dat de Pokémon die we hier tegenkomen wel andere types zijn dan normaal. En we zijn nu al Growlithe, Spinda en Houndour kan je hier ook tegenkomen. Dus dan zou die vierde dus een Pokémon moeten zijn met een rare of bijzondere vorm. Alleen ik denk zomaar dat Skarmory de vierde Pokémon is. Wat die normaal ook is, zeg maar. Dus ik verwacht zomaar niet dat we hier een Pokémon gaan tegenkomen die een addition gaat zijn voor ons team. Denk ik. Maar je weet het niet, hè? Kijk, als dit nou een Shiny Houndour was, dan was dat wel zo. Maar dat is het niet zo, natuurlijk niet. Ik denk zomaar wel dat degene die we nog missen een rare spawn is. Nou, dat moeten we nog maar even zien. Magische leaves voor op de Trapinch. Kijk. Nice. En level 34 voor Tentacool, dat is wel nice. Oké, is dit dan de Pokémon die we missen? Ja, dit is een nieuwe Skarmory. Alleen ik ben benieuwd welke type dan, maar deze wil ik misschien wel gewoon in mijn team. Dit had ik echt niet verwacht, nieuwe Skarmory. Ik ga het proberen te verzwakken. Hij is in ieder geval nog steel, nou die type hebben we nog niet. Ik ben benieuwd welke type hier dan nog meer is. We gaan hem nog een keer raken met Magical Leaf. Is hij fire? Als hij fire is, dan is dit zo'n nice editie voor ons team. Oké, okay. Best wel een goede crit eigenlijk. Alleen het is wel een steel Pokémon, dus ik weet niet of hij in mijn Pokéballs gaat zitten of in mijn Great Balls gaat zitten. Dit zou top zijn voor ons team. Ik moet de potion eruit halen, want anders gaat hij straks dood en dat is slecht voor zijn happiness. Blaze Kick! What the fuck is dit voor een Skarmory? Kom op, please, ga in de Great Ball. En als je niet in de Great Ball gaat, is op zich ook goed. Dan moet ik straks gewoon even kijken of Ultra Balls kan fixen. Oh ja, yeah, but it's very sad. Kom op, please. Fuck, hij ging twee keer schudden. Dat was een crit, oké. Oké, nice man. Steel fire. Nee, Skarmory, doe niet zo lastig, jongen. Wat betreft zijn steel Pokémon echt kut, omdat je ze anders zo moeilijk te vangen zijn. 1, 2, 3. Oh, ik dacht dat ik hem had. Boys, dat is even normaal. Kom op.
Wat een vuile Skarmory. Wat een bitch. Oeh. Nu wordt het helemaal lastig met pokeballs. Hij kan kut uit zichzelf. Dat is op zich niet positief, want die kunnen we denk ik niet verwijderen. Oh, ik dacht dat ik hem meer had. Nee. Kom op, Skarmory. Gun mij. Nog 4 balls. En die netbal zal die echt niet zitten. Hij teast me zo hard, hè. Wauw, ja, ik gooi die netbal ook wel. En dan runnen we als we hem niet hebben. Of we killen dan kan ook. Ja, oké, we moeten dus ultraballs gaan fixen. We kunnen hier in ieder geval deze coole Pokémon vangen. We runnen wel. We got away safely. Is het de bedoeling dat we nu geen Pokémon alsjeblieft meer tegenkomen? Spinda met een stip op zijn gezicht. Oké. We gaan deze route uitlopen en dan gaan we bij het stadje gaan we zo meteen Pokeballs kopen of Ultraballs kopen. Zo. Oké. We zijn in ieder geval weer geheeld. Spinda, je bent zo'n vuile bitch tits. Nou, die Spinda slaan we over. We hebben toch geen pokeballs, dus we moeten zo snel mogelijk hier weg. Kom maar vechten. Wel echt hele vette Pokémon om in ons team te doen, die Skarmory. Numel. Proef mijn peren, wraak. Oh, die Magmar moeten we echt eventjes in de PC leven zometeen. Oké, okay, Madeline is gone. Chins Madeline is gone. I can't breathe for the first time. Kom maar met je double battle. Kom maar met je double battle. Spinda en Spinda. Oeh, origineel. Oké, hot vlot.
Oké, psychische straal op die kutogen van hem. Die flipendo-oog. Wauw, wat ben jij een vuile spinda, zeg. Ik wist niet dat spinda's zo vuil konden zijn. Oké, spinda is gone. Nu kunnen we hopelijk eindelijk naar het volgende stadje toe. Let me with rest, please. Torian Tia. Nee, the ocean is evolving. Wat wordt het nu? Een ananas of? Is het een soort meloen of zo? Of is het een ananas? Ik weet het niet. We hebben Reuniclus! Lekker hoor. Reuniclus in de pocket. In de pocket, een monster. Wat is hier? Is every a cup of volcanic ash? Huff, huff. Huff, puff. Oh, ik krijg een soothsack. Dank je. Ik wil geen wilde Pokémons tegenkomen hier. Want ik wil zo meteen voor de vet coole Skarmory gaan zoeken als ik Pokémon heb. Spinda, je bent mijn allerbeste vriend. Daar heb ik jou toch aan verdiend. Ik heb je liever dan Rice de Braai. Spinda is alles dan behalve mijn beste vriend. We hebben eindelijk Flarbor. Hey, volgens mij is Flarbor vernieuwd. Dat is interessant. Maar daar gaan we pas naar kijken als we die Skarmory hebben. Er staat een bitch voor de PC. Oh, zij is Lynette van Lynette's PC. Oké, dankjewel Lynette. Deposit Pokémans. Die alsjeblieft. Zo. Snel de Pokémart. Kan ik al Ultra Balls kopen? Nee, wel Moonballs. Maar ik hoef geen Moonballs. Laten we 20 Great Balls kopen. Daar moeten we toch wel mee lukken, jongens. Oké, Skarmory? Nee, wel twee spinda's. Ik vind het idee van spinda best wel vet. Dat ze allemaal zo'n uniek patroontje hebben. En dat twee dezelfde spinda's vinden echt heel moeilijk is. Max Ether. Nou, oké, vooruit. Growlithe. Ik doe speedbunnen gebruiken, sorry boys, maar dit is eventjes om het voor jullie sneller te maken, want ik wil gewoon natuurlijk die Skarmory. Allemaal spinda's hier, echt een spinda-festijn hier.
Daar hebben we Skarmory, Kabooming. Ja. Magical Leaf deden we net. Oké. Net als een crit, hè, de tweede keer. Great Ball! Wauw. We worden hier weer genaaid door het systeem. Kom op, Skarmory. Ga in de bal zitten, alsjeblieft. Stalen vleugel! What the fuck, man. Ik haat steel Pokémon echt als ik ze moet vangen. What the fuck? Hoe kan kut super effectief zijn? Oh, en ook weer geburnt. Leuk. Oké, de moth is gone. Oké. Nou, we hebben nog een waterklokje, man. Heb ik geen aanval die heel weinig damage kan doen? Deze bijvoorbeeld? Oh, dat doet dan maar geen effect. Ja, dat was ook zo. Dit is zonde. Dit is echt zonde. En ook weer geburnt. Het is niet te geloven. Wedden dat ik die luck niet krijg als ik hem straks heb? What the fuck, man. Kom op. Blaze Kick. Echt ongelooflijk dit. Oh, crit, nice. Echt niet te geloven. En zonder van het geld als ik in blijf. Oh nee, dat meen je niet. Ik moet hem one-hit KO, anders ben ik dood. Oh, ik heb hem one-hit KO'd. Nou, valt me mee. Oké, we gaan nog een poging doen. We pakken nog even wat extra Great Balls. Het leven zit niet mee, jongens en meisjes. Alles voor deze aflevering staat alleen maar in het teken van het vangen van een Skarmory. We gebruiken de speedbutton gewoon alleen om die encounters te forceren en daarna gewoon niet meer.
Daar heb je hem al. Kunnen kijken hoeveel Mega Drain zo doet. Misschien doet dat. Ja, trouwens. Ik ben geburnt, werden. Een crit en een burn. Het is niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Kom op, nog een keer proberen. Twee shakejes. Syntheniseren wel weer even. Deze Skarmory wil gewoon niet gevangen worden, ik weet het niet hoor. Ik denk dat Kut een flying aanval is in deze game. Tjie! Eindelijk heb ik die kutvogel! Ik heb eindelijk de kutvogel. Ja, Steelfire. Nice, nice. En zijn attack is hoog. Dat is volgens mij echt goed. Ja. Oh, dit is een top. Dit wordt een topper. Oh, het is 100% burn vandaag. Oh, kut is een steel move. Aha. Zo. Nou, Brooke, volgens mij zei ik nog tegen jou dat ik jouw ding niet wou. Maar toen luisterden jullie niet. Nou, we gaan even Pokémon healen. En dan wil ik eigenlijk even kijken wat er hierboven in het stadje te doen is. We hebben eindelijk 4 Pokémon. Het heeft een hele aflevering geduurd, maar dat geeft niks. Oh. Felibur Quarry, oké. Okay. Ik ben benieuwd wat hier te doen is. Oh, er staat opeens zo'n huisje. Ja, oké. Er is daar een grot. Er zijn nog meer huisjes hier. Oh, je kan hem je shards geven. Oké. Brawly has the major, oké. Nou, ik ben benieuwd. Wat is hier te doen? Hey, dit is Brawly. Hey, I haven't seen you before. Are you new here? My name is Brawly. I'm in charge of the biggest excavation team in Hoenn. Did you perhaps come here to help with expanding Felibur Town?
I see. So you're a trainer then. You don't look very tough. Wow, wat een haat. Moet nu tegen Brawly gaan vechten. Ik heb een mining kit gekregen. Oké. Okay. Alright, let's go. Hoe hebben ze dit gefixt? Holy shit! Okay. Nice. The wall collapsed. A heartstone was found. Blue shard and a red shard. You're a lot tougher than I thought. Dit is wel vet, eerlijk is eerlijk. Dat dit erin zit. Nice hoor. Oké, laten we wel hier even weggaan. Want we willen even die charge inleveren. Oké. Red shard. Oh, dan kan ik heatwave leren. Ah, oké. Ah, oh, dat is alleen van moves. Nou, dan zijn die charge niet zo interessant. Ik dacht dat je daar evolution stones voor kreeg. Ik wil nog een klein beetje gaan exploren. Ik kan volgens mij geen Pokémon's hier tegenkomen als ik het goed begrijp. Oh, toch wel. Whismur of all Pokémon's. En Zubat. Niet wel twee fantastische Pokémon's. Het probleem is dat ik niet zo goed weet waar ik naartoe moet. Dat is een beetje een probleem. Ik heb nog één repel bij me, geloof ik. Een pokeball. Vier items. Hard skill. Een green shard zo te zien. Een everstone. En een revive. Nice, ja, die green shard die boeit me dan niet zoveel. Oké, okay. Interessant. Oh, een driftstone. Dat is wat anders dan een everstone. Oh, ik heb Rock Smash niet meer bij me. Ah, oh, hier is er nog één die we kunnen doen. He took out the mining kit, yay! Nog een hardstone. Nog een drifting stone of zo. Oh. Allemaal dezelfde items, oké. Okay. De repel is worked off, dat is jammer. Laten we dan maar gewoon kijken of we terug kunnen gaan naar het begin, want ik denk dat dit niet necessary is om te doen, dus. Goed, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en ik zie je heel graag weer bij de volgende aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Adios, amigos!